Ivar de Groot zei dat de bal bij de 1-1 minstens een halve meter over de lijn was. Wat heb jij gezien? Nou, ik kan het van mijn positie niet zien. En, maar goed, de scheidsrechter was heel duidelijk, dus ik ga ervan uit dat hij zat. Ik weet het niet. Maar kan die scheidsrechter dat vanaf zijn positie zien? Nee, ook niet. Dat is eigenlijk hetzelfde. Maar goed, hij stond nog wel, denk ik, 15 meter verder. Maar goed, van mijn positie kon ik het echt niet zien. Dus ik heb geen idee. Jullie krijgen te weinig, hè, vandaag? Ja, vond ik ook. De eerste helft moeten we gewoon minimaal met 1-0 voorstaan. Misschien zelfs 2. We krijgen, ik denk, 2-3 keer alleen de keeper af. En ja, dan moet je jezelf belonen. En dat doen we eigenlijk het hele seizoen al niet. We scoren gewoon te weinig. We creëren aardig wat kansen. Alleen dan moet je die bal erin schieten. En dan zie je dat je uiteindelijk dan helaas met 1-1 weggaat. Ja, Kuilenkerk schiet één keertje tegen de paal aan en straalt de verdedigingsfout voor jullie keihard af. Klopt, ja, dat is eigenlijk het verhaal. Wij het spel moeten maken en dan zie je dat we... Ja. Kijk, je weet dat er een kansje van hun ook komt. Alleen bij ons waren ze er ook en dan moet je hem gewoon intikken. En die kans hebben we gehad en ja, we maken hem niet. En dat is gewoon super zuur. Zeker in de fase waarin we zitten. We hebben keihard gewerkt en dan is het jammer dat je hier met 1-1 weggaat. Kan dit Meerburg uiteindelijk een periodetitel gaan pakken? Nou ja, kijk, als je blijft strijden met z'n allen en die ballen, die kansen die je krijgt, moet je, als je die benut, dan weet ik zeker dat je een periode kan pakken. En dan moet je wel in een flow komen. En nu zie je in een fase zitten we dat we heel hard werken en het allemaal net niet is. En dat zie je nu terug. Als je die kansen die we vandaag krijgen, zit je in een flow, dan, nou ja, dan ga je met wil je hem gewoon rustig met 2-0, maak je 2-0 is klaar. En nu blijf je tegenaan ik en dan weet je dat hij een keer kan vallen. Nou ja, dat gebeurt dan helaas bij ons. Geldt eigenlijk ook voor Koudekerk, hè? Ja, dat klopt. Alleen die hebben wat meer punten gehaald dan wij, dus die zaten iets hoger op de ranglijst. Alleen wij moeten vooral naar onszelf kijken en gewoon per wedstrijd, als we het zo gaan brengen wat we vandaag weer gedaan hebben, dan moeten we vanzelf die wedstrijd over de streep trekken. En daar heb ik alle vertrouwen in. De eerste inhaal weekend is dit, dan is altijd zo'n moment om de balans op te maken. Nou ja, dat Aarlanderveen en Oegstgeest om de titel gaan strijden, ben jij denk ik ook mee eens? Ja, hè? Ja, nee, dat zeker. Kijk, als je ook ziet wat voor selecties ze hebben, dan zijn ze dat ook aan de stand verplicht. Welke twee andere ploegen gaan er na competitie in? Nou ja, kijk, wij moeten, als je de stand van de ranglijst kijkt, helemaal niet spreken over na-competitie of wat. Je mag voorlopig staan wel ook vierde van onder en dan heb je helemaal nergens recht op. En wij moeten gewoon iedere wedstrijd kijken en als we dezelfde intensiteit kunnen brengen en de beleving, dan gaan we vanzelf die kansen erin schieten. Nou, en dan kunnen we vanzelf wel mee gaan doen. Maar goed, dan moet je wel een aantal wedstrijden winnen en dat doen we nu nog steeds net niet. Hoe was het om tegen Koudekerk te spelen? Ja, het is natuurlijk leuk. 4 mooie jaren gehad en bijna iedereen heb ik mee getraind. Dus de begeleiding kan ik er goed mee vinden. De supporters is leuk. En het is gewoon een mooie club. Ik heb het goed naar mijn zin gehad. En dan is het leuk dat ze hier komen. En het is jammer dat je dan nog niet 1-0 wint natuurlijk. Maar je kent de zwaktes en de sterktes van Koudekerk natuurlijk door en door. Ja. En je hebt er niet van kunnen profiteren. Nou, ik denk dat we er wel van hebben profiteren. We hebben het goed gedaan. En kijk, als je 3, 4, 100% kansen krijgt, ja, dan moet je hem erin schieten. Daar kan je niet over. Dus dat is gewoon het zonde. Ze hebben het wel goed gedaan, denk ik. Want we wisten waar de kracht lag. En ik denk dat we, als je ziet dat we Bas, ik heb een jongen nu, Ali, die heeft voor het eerst dat hij in de basis staat. Nou, die heeft het gewoon uitstekend gedaan. Die heeft Ali heeft gewoon zo goed kort op hem gespeeld en voetballen, dat heeft hij het ook goed gedaan. Dus we hebben de angels wel een beetje uit Koudekerk gehaald, denk ik, vandaag. We bezig aan je tweede seizoen bij Meerburg. Je hebt het er volgens mij erg naar je zin, maar gaat er ook een derde seizoen komen? Ja, dat weet je nooit. Ik bedoel, voorlopig heb ik het naar mijn zin. En, we kijken het per jaar. We hebben nog niet met elkaar gesproken, maar dat wachten we. Ik kan me ook wel indenken dat je de ambitie hebt om nog wat hoger te gaan. Nou ja, tuurlijk heb ik dat wel. Maar dat is voor deze jongens is dat hetzelfde. Natuurlijk wil ik wel hoger trainen. Maar het moet ook een club zijn waar je naar je zin hebt. En ik heb het hier nu naar mijn zin. Maar die jongens willen ook hoger. Dus dat kan ook met Meerburg. Zou ook met Meerburg kunnen. Goed, je zegt het net zelf ook. We staan vierde van onderen. Dus klopt. Op dit moment hebben we nog geen recht van spreken om te denken aan de na-competitie. Zo niet om hoger te gaan. Nee, dat klopt. Maar uiteindelijk is dat wel waar je als club naartoe moet gaan. En of dat nou dit jaar is of misschien volgend jaar, dat moeten we maar kijken. BC68 geen mooie club voor je? Ja, misschien wel. Maar goed, Kenneth heeft het daar denk ik goed gedaan 4 jaar. En goed, we gaan zien wat er allemaal gebeurt. Al gesproken of gepolst, nee, gesolliciteerd? Nee, ook niet. Allemaal niet. Nee. Van waar je vraag? Nou, het lijkt me wel wat voor jou. Nou ja, het is een mooie vereniging. Ik bedoel, dat is zeker zo. Maar goed, ik heb het bij Meerburg ook goed naar mijn zin. Dus we gaan het rustig zien.